Het onderdirectoraat VE-Tilt van het ministerie van LVV heeft op 11 en 12 mei samen met technische vertegenwoordigers van de Food and Agriculture Organization, FAO, Livestock Development Officer, hearing sessies gehouden. Dit deed zij samen met belanghebbenden uit de diverse subsectoren. De FAO-delegatie werd geleid door Cedric Lazarus. De sessies hadden als doel het verkrijgen van informatie van veehoudersorganisaties en individuele veehouders over het uit te voeren identificatie, registratie en traceerbaarheidssysteem in Suriname. De belanghebbenden waren vertegenwoordigers uit de rundveesector, de sector kleine herkauwers en de varkenssector. Elk van de slachtdieren uit voornoemde sectoren zal in de toekomst van een verplichte oornummerregistratie voorzien moeten zijn om de traceerbaarheid van de boerderij tot bord te kunnen achterhalen, zegt Lazarus. Dit identificatie, registratie en het traceerbaarheidssysteem zal ook betrekking hebben op de handel. Het is de handel in dieren en producten van dierlijke origine.